Goedemiddag. In Anderlecht wordt een man op straat doodgeschoten. Waarschijnlijk gaat dat om druggerelateerd geweld. Leerlingen kunnen voortaan gratis hulp krijgen van een psycholoog op school. En in Libië wordt gevreesd voor 20.000 doden nu na de overstromingen. Ja, in de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht op straat een man doodgeschoten met een zwaar wapen en veel kogels. Niet veel later werd in Sint-Jans-Molenbeek een uitgebrande auto teruggevonden. Waarschijnlijk de vluchtauto van de daders. En zij moeten wellicht gezocht worden in het drugmilieu. Op sociale media circuleren beelden van vlak na de schietpartij. Die is rond 1 uur afgelopen nacht. Op dat moment krijgt de politie van Brussel-Zuid een oproep. Ze vinden een auto vol kogelgaten. Het slachtoffer in de auto sterft ter plaatse aan zijn verwondingen. Omwonenden horen het gebeuren. En fait, nous on dort dans la chambre à coucher. Tout d'un coup vers 1 heure, moi j'ai dormi aussi, ma femme aussi, les enfants. Tout d'un coup j'ai entendu tac tac tac. J'ai pensé que c'est un jeu de furtifice. Ma femme est tout près de moi à la fenêtre. Elle a vu de la fenêtre, elle a vu quelqu'un avec Kalachnikov. Il essaie de tuer quelqu'un dans la voiture, quoi. De feiten spelen zich af in de Wayeestraat in het centrum van Anderlecht. Van de daders geen spoor, zij vlucht weg. En even later vindt de politie in de Zaadstraat in Molenbeek deze brandende auto terug. Exact het type voertuig waarmee de verdachten gevlucht zijn. Deze ochtend dan is de technische recherche van de federale politie ter plaatse gekomen om onder andere de uitgebrande auto mee te nemen voor verder onderzoek. Ja, verder onderzoek, zo gaat dat dan. Helen, goed gebeur. Jij staat bij het parket. Ondertussen in Brussel, die link met dat drugmilieu. Hoe zeker zijn we daarvan? Wel, we zijn natuurlijk nog niet 100% zeker en er is op dit moment ook nog geen officiële communicatie, niet van de politie van Brussel-Zuid waar het incident is gebeurd, ook niet van het parket van Brussel die het onderzoek voert en ook niet van de federale gerechtelijke politie die mee dat onderzoek voert. Maar het feit dat zij ook betrokken zijn, ja, dat wil toch al wel wat zeggen. En als we alle elementen bij elkaar leggen, het feit dat er oorlogswapens gebruikt zijn bij de schietpartij en ook het feit dat er 17, zeker minder, minstens 17 kogelhulzen gevonden zijn op de plek van de feiten. Als je dat allemaal bij elkaar legt, ja goed, dan lijkt het wel te gaan om een incident dat zich afspeelt binnen het drugsmilieu. Ja, en dat soort incidenten, Helen, dat kennen we natuurlijk vooral heel goed, helaas zou ik zeggen, van Antwerpen. Maar speelt dat druggerelateerde geweld nu ook meer en meer in Brussel? Moeten we die conclusie trekken? Ja, we kijken inderdaad vaak naar Antwerpen, maar aan de start van het gerechtelijk jaar is er toch nog maar eens op gewezen dat ook in Brussel dat drugsgeweld toeneemt. De procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, die heeft er de cijfers bij gehaald begin dit jaar. Die heeft gezegd dat er in 2023 alleen al 18 schietpartijen hebben plaatsgevonden binnen het drugsmilieu in Brussel. En daarbij zijn ook al 6 mensen omgekomen. Dat gaat dan vaak om rivaliserende straatbendes die vechten om te territoria hier in onze hoofdstad. Dus het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat dit hier vandaag het 19e incident was. Ja, dankjewel Helen voor je uitleg daarbij. In Charleroi is er alweer een brand geweest in een school, een 5e keer ondertussen. Vannacht was er vuur in de school L'Alliance in Mont-Saint-sur-Sambre. Gisteren was er brand gesticht in 4 andere scholen in Charleroi door mensen die zich verzetten tegen een beslissing van de Franse gemeenschap om lessen seksuele opvoeding te geven. Maar het is niet zeker of deze nieuwe brand ook door hen veroorzaakt is. Het zou ook kunnen gaan om copycats. Vannacht om 2 uur merkte een buurtbewoner dat het brandde in deze school. Ze verwittigde meteen de hulpdiensten. La police était le premier sur place. Et les pompiers sont rapidement intervenus et ils ont maîtrisé l'incendie et donc ils ont limité les dégâts. Het technisch lokaal dat buiten het gebouw ligt brandde uit. Gisteren is er brand gesticht in 4 andere scholen in Charleroi. Er werd ook telkens graffiti aangebracht dat verwees naar het Evras-decreet dat lessen seksuele opvoeding regelt. Volgens de directeur is dit gelijkaardig. Pour l'instant rien n'est visible, mais en tout cas les faits sont similaires. Le moyen d'y parvenir, les portes démontées, etc. En tout cas, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus.
Maar zowel de politie als het parket zijn niet overtuigd dat de zaken met elkaar te maken hebben, omdat er geen graffiti was en omdat er geen klassen in brand gestoken zijn zoals in de andere scholen. De kinderen zijn hier vandaag allemaal op school. Ils nous font confiance, enfin voilà. Et puis nous, nous avons reçu la circulaire et on suit la circulaire comme dans toutes les écoles d'ailleurs. De verzekering zal de schade laten herstellen, zegt de school, en het terrein wordt afgesloten. Je pense déjà, on l'a entendu aux infos hier, que la police se promet de faire des patrouilles autour des écoles. Et je pense qu'ils ne sont pas indifférents à notre école et qu'ils vont faire leur boulot. Moi, j'ai tout à fait confiance à la police. Ja, ze hebben vertrouwen, zegt Saskia, in Charleroi. Maar toch wel beangstigend, hè, wat daar gebeurt. Hoe wordt er gereageerd? Wel, het ligt duidelijk heel erg gevoelig. Hè. De directeur met wie we daar straks dus gesproken hebben, die zegt dat het allemaal toch wel opgeklopt wordt door de media. Ik betwijfel dat, maar ze hebben duidelijk wel schrik. Ze zegt, we hebben alle ouders vanmorgen ook nog eens geïnformeerd over wat wij denken dat er hier gebeurd is. Maar uiteindelijk hè, zijn al die kinderen wel gebleven. Maar toch, hè, je merkt dat er eigenlijk weinig... Dat zij zelf ook direct de link legt met wat er gisteren gebeurd is. Nu, op zich, dat Evra's decreet of rondzendbrief, die regelt alleen die seksuele opvoeding die hier zal gegeven worden en die eigenlijk al 10 jaar wordt gegeven. Dus op zich verandert er niet veel, behalve dat er geofficialiseerd wordt, dat er 2 momenten zijn, zowel in de lagere onderwijs als in het middelbare onderwijs, 2 momenten waarop leerlingen 2 uurtjes lang informatie moeten krijgen. En bovendien komt er ook een gids die naar de leerkrachten toe gaat en waar eigenlijk duidelijk gemaakt wordt wat er precies, hoe je dat kan aanbrengen enzovoort. Dus op zich, er wordt al lang seksuele opvoeding gegeven, maar om heel die gids en om die momenten waarop dat georganiseerd wordt, is er blijkbaar veel commotie ontstaan, vooral via de sociale media. En dat is iets wat echt een heet hangijzer is op dit moment. Nu, vanochtend nog heeft de koepel van het vrije onderwijs, want dit is een school van het vrije onderwijs, nog eens bevestigd dat ze echt niet van plan zijn om ook maar iets te veranderen. Dus die rondzendbrief die zal wel degelijk gerespecteerd worden. En ze gaan dus niet toegeven aan de sociale druk van die groeperingen en van die ouders die zo protesteren. Idem dito met de stad Charleroi. Ook zij zeggen van het gaat hierdoor. Dat hebben ze gisteren gezegd en dat is vandaag nog eens bevestigd. Oké, maar dus voor alle duidelijkheid nog een keer. We zijn niet zeker dat dit ook een brand is gesticht door mensen die zich verzetten tegen dat Evra's decreet. Misschien wel kopieergedrag. Dankjewel. Saskia. Het arrest zorgt er nu niet plots voor dat we meer plaatsen hebben bij FedAsiel of dat de instroom fel daalt. En als ik wil vermijden dat er kinderen op straat terechtkomen, dan heb ik geen andere keuze. Het beleid zal dus niet veranderen. Ja, die uitspraak gisteren van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor zorgt voor verontwaardiging. De Raad van State had net de beslissing van De Moor geschorst om alleenstaande mannen die asiel vragen geen opvang meer te geven. Gezinnen met kinderen krijgen voorrang. Dat kan niet, zei de Raad, omdat alle asielzoekers volgens de wet recht hebben op opvang. Maar De Moor past haar beleid dus niet aan en dat vinden de Groenen ongehoord. We leven in een rechtsstaat, ook wij moeten de wetten volgen. En je kan zeggen, het is moeilijk en we gaan er alles aan doen. Maar zeggen van, ik leg ze naast mij neer, is denk ik toch iets waar we heel wat commentaar kunnen op hebben. En we zullen dat morgen ook in de regering zo zeggen. Dit is weer een stapje verder in de verkeerde richting. En er is een probleem, we moeten het samen oplossen. Daarvoor zitten we in de regering om dat te doen, elkaar te helpen om opvangplaatsen te creëren in een hele moeilijke context. We weten dat. We moeten niet de ogen sluiten daarvoor voor de problemen. Maar iedereen heeft recht op opvang. We willen geen mensen op straat. We willen dat de rechtsstaat gerespecteerd wordt. En dus ja, nu wordt het toch wel het een na het ander. Er zijn vorig jaar opvallend veel werkende tweeverdieners en jonge mensen op de rand van de armoede beland. Dat blijkt uit de armoedebarometer. Het leven is het afgelopen jaar een stuk duurder geworden, onder andere door de hoge energieprijzen. De OCMW's en gerechtsdeurwaarders zagen daardoor voor het eerst ook heel wat werkende tweeverdieners met schulden. Het totale aantal mensen met een inkomen onder de armoededrempel is gelijk gebleven. Het zijn zo'n 510.000 Vlamingen, maar die zakten wel vaak dieper in de problemen. En nog eens, bijna evenveel Vlamingen flirten met de armoededrempel.
Ja, en financiële worstelingen die zijn voor iedereen moeilijk, maar zeker ook voor jonge mensen die aan hun volwassen leven willen beginnen. Het is soms moeilijk om werk en dus een huis te vinden. En ja, probeer dan maar eens op eigen benen te staan. We noemen haar Vanessa en ze woont samen met haar vriendin al jaren noodgedwongen op zolder bij de schoonouders. Ze moeten momenteel rondkomen van €1200 per maand. Zij is pas afgestudeerd en werkt nog maar één dag. En haar vriendin raakt door rugproblemen moeilijk aan voltijdswerk. Ik heb het haar daarnet nog eens gevraagd. Ze heeft al 281 sollicitaties afgerond bij de VDAB. En tot hiertoe eigenlijk enkel vervangingscontracten gekregen. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je nooit geen zekerheid of die standvastigheid hebt, waardoor we hier dan terechtgekomen zijn op de zolder van mijn schoonmoeder en mijn vriendin haar mama. Het leven van de jonge vrouwen staat op pauze. Zelfstandig wonen kan niet, ook kinderen zijn voor later. Ze weigeren naar de voedselbank te gaan, maar zijn creatief. Ik ga bijvoorbeeld één keer op de week bij mijn mama eten als we op bezoek gaan. Zij weet dat is vast dat ze voor ons meekookt. En mijn mama en Pepe hebben een groentetuintje waar ik eigenlijk zoveel als ik wil mag meenemen. En word je dan nooit moe? Heb je nooit de neiging om eens, om eens een domme uitgave te doen? Zeker wel. En vooral eigenlijk nu. Ik heb dan gisteren mijn diploma gehad. Dan heb je zoiets van, ik zou ook zo graag een keer willen uitgaan of gaan shoppen zonder dat ik er moet naar kijken. Vanessa groeide ook zelf op in armoede, maar er is beterschap in zicht. Dankzij haar diploma hoopt ze nu snel werk te vinden, waardoor ze haar kinderen straks een ander leven kan bieden. Ik heb op basis van steun en zo perfecte jeugd gehad, maar inderdaad wel soms moeilijke momenten gehad door die financiële situatie. En je wil dat dat anders wordt voor jouw kinderen? Ik wil dat anders wordt voor mijn kinderen, ja. Scholieren die er nood aan hebben, die kunnen vanaf nu op school gratis aankloppen bij een psycholoog. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Scholen en CLB's stellen vast dat leerlingen meer en meer kampen met stress, druk, faalangst en andere mentale problemen. En snel hulp bieden is in die gevallen noodzakelijk. Als je nu zegt, ik voel mij misschien niet zo goed, weet je dan waar je naartoe zou gaan? Ik zou eerst naar mijn ouders gaan. Ja. En als die dan mij niet echt kunnen helpen, dan zou ik of naar het CLB gaan op school, of naar mijn vrienden of zo naar zo sites op internet en zo die soms kunnen helpen. En welke sites denk je? Aan Alwel of zo. Een klasgesprek met een minister over hoe de leerlingen zich voelen en waar ze eventueel terecht kunnen voor hulp. Het gebeurt niet elke dag. Vanmorgen wel in het Montfort College in Rotselaar. Want leerlingen hebben het mentaal alsmaar moeilijker, onder meer door sociale media. Vroeger was ik bijvoorbeeld dat ik alleen op school gepest werd, maar nu gaat dat thuis online ook voort. Mensen zitten achter een schermpje, dus dat is eigenlijk meer anoniem. En dan durven mensen gewoon veel sneller iets online te zetten. Er zijn echt zo keivaak mensen die zoiets zeggen, maar nooit echt weten hoe dat iemand anders kan kwetsen. Ze worstelen met van alles, hè. Thuissituatie die niet altijd even gemakkelijk is. De stress op school of die van thuis uit ook, of druk die gelegd wordt. Faalangst. En soms wordt dat te veel. Daarom maakt de minister het nu gratis voor leerlingen om op school naar een psycholoog te stappen. Dus wij denken dat jonge mensen, kinderen, jongeren moet snel genoeg laten weten dat er toch iets niet zo goed zit. Want als je daarmee wacht, wordt het misschien alleen maar moeilijker. Hè? Snel met hulp komen, snel met goed advies komen is heel belangrijk. En je moet dus niet wachten tot kinderen en jongeren in de wachtzaal van een psycholoog zitten. Dan is het eigenlijk al te laat. De wachtlijsten zijn heel lang bij de psychologen. En leerlingen die zitten ergens mee en die hebben op dat moment hulp nodig. Dat is al moeilijk genoeg om erover te praten. Dus dat je dan er niet voor zo hoeft te betalen, soort van, dat maakt het wel een stuk makkelijker, denk ik. Ik denk dat het ook goed is dat je iemand hebt op school waar je tegen dingen kan zeggen, dat je weet dat dat echt niet gaat uitkomen. In Brussel komt de klimaatzaak opnieuw voor de rechtbank. Voor het Hof van Beroep nu. En wat opmerkelijk is, het is de winnaar in eerste aanleg die het beroep nu heeft opgestart. De VZW-klimaatzaak namelijk. Die wil dat onze overheden meer doen om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De rechter heeft haar bij de eerste uitspraak dan ook geen verplichtingen rondopgelegd.
Opnieuw staan klimaatactivisten en overheden tegenover elkaar in de rechtszaal. Ook al kregen de activisten in de vorige zaak gelijk van de rechter, ze vinden dat er te weinig veranderd is en dat de overheden nog steeds te weinig doen voor het klimaat. Ik kan niet gewoon maar verder gaan met mijn leven en denken van ja, het lost zichzelf wel op. Ik besef dat dat niet het geval is. En we hebben wat drukkingsmiddel nodig, want waar we voor staan is immens. Als we praten over klimaatverandering, het gaat altijd over cijfers en statistiek. En dat is superbelangrijk. Maar het gaat om mensen. Er zijn mensen aan het sterven en iedereen moet dat beseffen. Vandaag pleiten de advocaten van de klimaatactivisten. Die vragen dat het Hof de overheden verplicht om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 61% te verminderen in vergelijking met 1990. Maar voor bevoegd Vlaams minister Joël Demir gaat dat te ver. Het beleid uitstippelen is de taak van de politiek en niet van de rechters. Natuurlijk gaan we niet zeggen hoe dat moet gebeuren, want we krijgen nogal wat kritiek op dat we op de plaats van de politiek, op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat doen we absoluut niet. Wij vragen gewoon van kijk aan de rechter, je moet niet bepalen van wat haalbaar is, maar je moet beslissen over wat nodig is, wat noodzakelijk is om ons aandeel in een wereldwijd probleem te kunnen vervullen. De klimaatzaak sleept al lang aan sinds 2014. Een uitspraak in beroep volgt allicht pas tegen het einde van het jaar. En we blijven nog in de milieusfeer met een studie van het Europees Milieuagentschap. In Europa heeft ongeveer iedereen te veel bisphenol A in het lichaam. Die stof wordt in plastics gebruikt, maar ze kan het hormoonsysteem ontregelen. We vinden bisphenol A in de meest uiteenlopende soorten plastics. En de stof wordt vooral gebruikt om ze harder te maken. Bisphenol A is een synthetische stof, dus door de mens gemaakt. En die komen we tegen in een aantal plasticsoorten, zoals polycarbonaat, maar ook in een aantal harsen, epoxyharsen. En die komen dus in heel wat eindproducten terecht. Vooral verpakkingsmateriaal voor voeding en vloeistoffen. Maar bisphenol A kan het hormoonsysteem verstoren en daardoor onvruchtbaarheid veroorzaken of een lager geboortegewicht. Er is ook een link met sommige kankers en bisphenol A speelt mogelijk ook een rol in obesitas en hart- en vaatziekten. De stof is nu teruggevonden in de urine van bijna alle Europeanen. In 92% van de gevallen in een hoeveelheid die boven de norm ligt. Met die nuance, de norm is begin dit jaar 20.000 keer strenger geworden. Misschien was die strengere norm ook wel nodig. Wel, die strengere norm was nodig en niet. Ik wil dat toch nuanceren. Iedereen zal akkoord gaan dat die er beter niet zijn. Zeker bisphenol A, maar ook phthalaten. Maar als er zijn, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat je daardoor echt ziek bent geworden of dat je immuunsysteem of reproductief systeem in de problemen is gekomen. Dus dat moeten we echt benadrukken. Bisphenol A is nu al verboden in plastics voor kinderen, zoals zuigflesjes. Blijft de vraag of de stof niet helemaal verboden moet worden. In een ideale wereld pleit ik ervoor om inderdaad bisphenol A te verbieden. Maar ja, dat gaat niet van één dag op een andere. We moeten naar alternatieven zoeken en die zijn er. Bepaalde plasticsoorten hebben absoluut geen bisphenol A nodig. Het thermisch printpapier kan je ook eigenlijk vergeten. Naar speelgoed uiteraard ook. Dus er zijn alternatieven en dan moeten we daar inderdaad toch aan denken. انهار السد الكبير بتاع درنا اندفعت المياه علو قريب 20 متر ارتفاع المية مع الطمي اللي ضرت الحواشين والتهديم منازل السيل وطمي هو اللي الناس كلها موت هذا كلنا كان مزارع السواني جانبنا كلنا ضنا عمي تقبلهم الله برحمته. Ja, in Libië kan het aantal doden na de zware overstromingen van zondag nog zwaar oplopen, tot wel 20.000 slachtoffers. Dat zegt de burgemeester van Derna, een havenstad die zwaar getroffen is door de zondvloed na de storm Daniel. Officieel zijn er 5.100 doden geteld, maar er zijn nog duizenden mensen vermist. Vanuit de lucht is pas goed te zien hoe erg de Libische havenstad Derna eraan toe is. Honderden huizen zijn verwoest, wegen zijn door het water verzwolgen, bruggen ingestort. Het
ورب يصبر ذويهم واهلهم وناس مفقودين بالالاف والله تو هذا الحوش اللي احنا فيه هذا حوش ولد عمي وحوش اللي قدام هذا العجدي وظن عمي كلهم تقبلهم الله برحمته. De burgemeester van Derna zei aan een Arabische nieuwszender dat op basis van het aantal overstroomde en totaal verwoeste wijken het dodental in zijn stad kan oplopen tot 20.000, een kwart van het normale aantal inwoners. Storm Daniel bracht overvloedige regens mee en daardoor braken twee dammen net buiten de stad. Een metershoge watergolf overspoelde Derna zondagnacht, terwijl de meeste inwoners sliepen. Al dagen worden er lichamen geborgen, terwijl er nog duizenden vermisten zijn. Dit is Egypte, waar ambulances in dit dorpje alleen al 70 doden uit buurland Libië naar hun familie terugbrengen. عندي أربعة عيال راحوا ليبيا عشان يشتغلوا على أكل عيشهم منهم اثنين ثلاثة ماتوا اثنين جو دفناهم وواحد لسه ما جاش وأخوهم قاعد هنا. De grote politieke verdeeldheid in Libië, een land met twee strijdende machtsblokken, maakt dat bruggen, wegen, dammen niet onderhouden zijn. Naast het natuurgeweld ligt menselijk falen dus mee aan de oorzaak van deze ramp. Een ramp met een immens aantal doden. Een getal waaraan deze dokter niet eens wil denken. Op het Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee zijn we dan. Heeft de burgemeester de noodtoestand uitgeroepen omdat er de voorbije dagen enorm veel migranten en vluchtelingen aangekomen zijn. Alleen al eergisteren zouden 5000 mensen op Lampedusa gearriveerd zijn, een record. Gisteravond zaten 7000 mensen in de opvang op het eiland, terwijl die maar voor 400 mensen geschikt is. De voormalige burgemeester van Lampedusa maakte een video van een groepje migranten dat pas was aangekomen. Stiamo aspettando un'ambulanza, stiamo aspettando che arrivi qualcuno, la Croce Rossa. Honderden bootjes kwamen de voorbije dagen aan. De meeste zijn vertrokken uit Tunesië op zo'n 190 kilometer van Lampedusa. De opvang op het kleine eiland heeft 400 plekken, maar daar zaten er 15 keer meer mensen. Chiaramente la situazione è complessa e come Croce Rossa Italiana stiamo continuando a garantire, sebbene con grande sforzo, i servizi di base alle persone che stiamo assistendo. Zo'n overvol kamp leidt tot spanningen en geruzie. Om de druk in Lampedusa te verminderen, probeert Italië met ferries migranten versneld naar Sicilië te brengen. Gisteravond zijn er al een 700-tal weggebracht. Vandaag nog zouden 3000 mensen volgen. Dit jaar kwamen zo al 124.000 migranten naar Italië. Maar de meeste blijven daar niet, stelt een Romeinse hulporganisatie vast. More than 90% of the migrants who land on the Italian shores try to make their way to northern European countries like France or England or Germany, Belgium, Holland or Sweden, Norway, Denmark. Experts vragen daarom een gezamenlijke Europese aanpak, maar daarin slagen de lidstaten tot nu toe niet. In de Verenigde Staten zal Mitt Romney geen kandidaat meer zijn bij de volgende senaatsverkiezingen. In 2012 was hij voor de Republikeinen de presidentskandidaat, maar hij verloor toen van Barack Obama. Ondertussen is Romney 76 jaar oud en hij vindt dat het tijd is voor de jongere generatie. Onrechtstreeks geeft hij op die manier kritiek op zijn generatiegenoten Joe Biden en Donald Trump. Zij willen volgend jaar wel weer meedoen met de presidentsverkiezingen. Ik considered my age en the fact that at the end of a second term, I would be in my mid-80s. And I think it's time for guys like me to get out of the way and have people in the next generation step forward. Because they're going to be shaping the world they're going to be living in. Ik kom bij jou, Tess, voor sport en de Vuelta. Want de renners gaan voor de laatste keer echt de bergen in duiken. Ja, inderdaad. Het einde nadert van die Vuelta. En het is nog één keer een hele zware bergrit vandaag. En net ook een laatste keer een aankomst bergop daar in Spanje. De renners zijn zo net gestart voor een rit van net geen 180 kilometer. Het peloton heeft deze week al heel veel hoogtemeters in de benen. En daar komen er nu nog eens 4200 bij.
Op het einde moeten ze nog twee keer over de Cruz de Linares, een berg van eerste categorie die nooit eerder in de Vuelta zat. De dagzege zal misschien voor de vluchters zijn, maar ook de strijd om het eindklassement kan vandaag beslist worden. Sepp Kuss heeft nog een hele kleine voorsprong, 8 seconden, op zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. En daarachter staat er met Roglic nog een renner van Jumbo-Visma. De vraag is dus, gaan ze elkaar vandaag, net als gisteren, aanvallen of niet? Hoe het gaat vallen, dat gaan jullie zien vandaag. Alleen ja, om op het begin van je vraag in te gaan. Kijk, het is gewoon een geweldige situatie waarin we zitten. En het is nog nooit voorgekomen volgens mij. Dus het is ook een situatie waar we allemaal, met z'n allen in onze ploeg, naar moeten kijken van hoe gaan we hier het beste mee om. En dat hebben we al vaker gedaan, deze Vuelta. Dat hebben we vrijdag gedaan, hebben we maandag gedaan, dat hebben we nu weer gedaan gisteren. Ja, hoe gaan we hier nou met elkaar het beste mee om? Omdat er geen textbook antwoord hierop is. Gisteren heeft Vingegaard gezegd, ik wil dat Kuss wint. Dan kan je bijna vandaag niet anders gaan rijden. Want anders komt die boemerang terug in het gezicht. Of niet? We gaan het vandaag zien. Ik voelde dat ik deze positie heb. I've ridden in the echelons. I've ridden the best time trial of my life. Yesterday we did the Angliru. I don't know, third, fourth fastest time ever. So I think I've deserved that. And I know that I deserve the support of the team behind me. And I'm never the guy that puts his hand up and wants everything this way or that way. But from what I've learned is that you have to. Stick up for yourself sometimes. Tia Hellebout, Olympisch kampioene hoogspringen van 2008, gaat Thomas Carmois begeleiden. Carmois is op dit moment de beste Belg in het hoogspringen bij de mannen. Hij zat zonder trainer sinds het WK Atletiek in Budapest afgelopen maand. Hij mikt met de hulp van Hellebout op de Spelen in 2024 en 2028. Ook Wim van de Ven, de ex-coach en ook de man van Tia Hellebout, stapt mee in de trainingsstaf van Carmois. Dit weekend zal er voor alle voetbalmatchen in ons land in eerste en tweede klasse een minuut stilte gehouden worden. De Pro League herdenkt zo de vele slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De Pro League doet ook een oproep aan de fans om geld te storten via de Koning Boudewijn Stichting voor humanitaire noodhulp. En Thibaut Courtois die blijft trainen, ook na de operatie aan zijn linkerknie nu zo'n maand geleden. Echt buiten op een voetbalveld trainen, dat zit er nog niet in voor de doelman. Maar hij lost het creatief op. Zo houdt hij al zittend met een brace rond zijn knie toch zijn reflexen op punt. Op de sociale media van Courtois kan iedereen zijn revalidatie zo goed volgen. Ja, en dan die Vuelta. We moeten ons haasten om te gaan kijken, want het is al over 10 minuutjes hier op VRT1. Ja, dankjewel, Tess. Want daartussen zit nog Bram en het weerbericht. Ik ga maar heel snel plaatsmaken dan. Hè. Vanavond meer nieuws. Hopelijk met u erbij. Bedankt alvast voor het kijken nu. Fijne middag. Aan de start van het gerechtelijk jaar is er toch nog maar eens op gewezen dat ook in Brussel dat drugsgeweld toeneemt. De procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, die heeft er de cijfers bij gehaald begin dit jaar. Die heeft gezegd dat er in 2023 alleen al 18 schietpartijen hebben plaatsgevonden binnen het drugsmilieu in Brussel. Elk kwartier wordt interessant met Het Kwartier, de podcast van VRT Nieuws. Elke weekdag vanaf 4 uur in onze app.